Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag,
heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan ervaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield, terwijl de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Goedemorgen. Klein clubje vandaag. Maar u bent de harde kern, toch? Nou, belangrijk, hè? Het is marathon vandaag. Evelien vroeg waarom ik deze schoenen aandeed. Ze zegt, het zag er niet uit, maar ik denk, dit kan wel een keertje zo, toch? Dus, het is marathon vandaag. Ik heb net iets verteld over de wedloop. Er is ook deze week iemand geweest die zijn wedloop ten einde is gekomen. Daar ga ik straks ook wat over vertellen. En we gaan op weg naar Pasen. Dus we zijn allemaal onderweg. Groet eens even degene om u heen. En wens ze even een goede reis komende week naar Pasen. Speciaal voor de mensen thuis. Leuk dat je kijkt. Leuk dat je er bent. En goed dat je ons gevonden hebt weer. We gaan een gave dienst tegemoet. We gaan met elkaar op weg naar Pasen. En fijn dat je erbij bent. Laat ook even weten dat je er bent in de chat. Op YouTube zet het er even bij. En voel je van harte welkom. Volgens mij is niet mijn microfoon die zo piept, of wel? Het is de gitaar, denk ik. Even in de gaten houden, ja. Zoals ik al zei net, ik heb iets gelezen over de wedloop. Afgelopen week, afgelopen woensdag, is Ian Schouten, en dan kijk ik even naar jou, is overleden. En op de kaart staat, gisteren is voorbij. Morgen moet nog komen. En vandaag zorgt God. En Jolanda, je zou hier niet zitten als je dat niet kan beamen. Knap van je. Ja. Ian heeft zijn wedloop gelopen. Hij heeft zijn eindbestemming gehaald. En hij is deze week de aardse grens overgegaan naar zijn thuis. Mooi, hè? Ja. Echtgenoot Ian, vader Ian, opa Ian, maar ook Beamer Ian en Core Beamer Ian. Want wat heeft die een hoop betekend? Wat een trouw gemeentelicht. En zo gaan we hem ook absoluut gedenken. En hij is op een goede plek nu. Goede plek. Aanstaande woensdag is de dankdienst voor het leven van Ian. Dat zal hier zijn om 3:00. En u bent er allemaal van harte uitgenodigd. En u, na de dienst is ook gelegenheid om te condoleren. Ik wil u vragen om met mij te gaan staan en dan gaan we samen de dienst opdragen. Dank u wel, Vader, voor deze ochtend. Dank u wel voor die prachtige woorden in de Bijbel die we hebben gelezen uit Hebreeën 12. Waarin we kijken naar de wedloop van ons leven, maar waar we ook kijken naar wat u heeft gedaan. En daar gaan we de komende week op inzoomen, op focussen en dat begint vandaag. Hier en dan denken we ook aan Ian, Jolande en de kinderen. Heer, wilt u dicht bij hen zijn? Heer, ze hebben u in hun leven omarmd. En op dit moment hebben ze uw hart nodig. Ook de kinderen, ik bid speciaal voor de kinderen ook. Wilt u om hen heen staan? Met uw liefde en uw trouw. En wilt u laten merken dat u daar bent. Ik bid ook zo voor woensdag, voor de dankdienst. Dat u daar bent met uw rust en met uw liefde. Die onbegrijpelijke liefde. Die we niet kunnen verklaren. Waar we allerlei woorden aan kunnen geven. Maar wat uiteindelijk gewoon recht in ons hart is. Heer, deze dienst vandaag leggen we in uw hand. Heer, de marathon die hier langs loopt. Die vele duizenden mensen, zoals Ron vanmorgen bad bij de voorbeden. Heer, we zegenen het gebouw. Dat er maar een glimp mag zijn dat mensen denken, hé, ik ga toch even naar de toilet daar. Om toch even iets op te vangen. Dank u wel, Heer, dat we dat als kerk mogen doen. En zo zegenen we deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Ga lekker even zitten. Heeft u die mooie paaskaart gekregen?
Hij is mooi, hè? Ja, die is prachtig. Daar zijn heel wat uurtjes even in gaan zitten. Maar we dachten, dit is echt iets moois om naartoe te leven. Mooie kleurige kaart. We gaan deze week op weg naar Pasen. En van een oorverdovend Hosanna, wat vandaag zou klinken als Jezus Jeruzalem binnenkomt, naar een oorverdovend kruisigt hem vrijdag. Naar een oorverdovende stilte op zaterdag. En naar een oorverdovend feest volgende week zondag. Mooi, hè? Ja. Afgelopen vrijdag zijn de senioren al begonnen met een paasfeest. Het was heel gezellig. U ziet een paar foto's achter mij. Meer dan 100 mensen bij elkaar. Lekker gegeten, lekker gedronken. Heerlijk prachtige liederen gezongen. En een mooi woord ook van Henk Rothuizen. En dat was heel bijzonder. De senioren hebben ook allemaal een mooi plantje gekregen. En daar staan er nog een aantal. Mocht u nou wonen in Capelle, Krimpen, Zevenhuis of Rotterdam, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om na de dienst even naar mijn vrouw te lopen. Evelien, die staat er dan bij. En om even een plantje mee te nemen en dat bij iemand langs te brengen. Dat willen we graag doen. Dus bij deze dat verzoek. Vandaag spreekt Dick Pieterman. Zullen we hem welkom heten? Fijn dat je er bent, Dick. Hij zal vandaag de reis naar Pasen gaan aftrappen om te spreken over de zalving van Jezus. Wat ik al zei, komende week is er iedere dag iets bijzonders dat we toeleven naar Pasen. En Marleen Oron, Jane Hiewat, Jorel Wever, Jan de Geus, Hans Kramp, Koen Minderhout en ik, we hebben allemaal preken die we komende week aan u willen geven. Eigenlijk als een soort cadeau. En het bijzondere is, we hebben afgelopen week een aantal preken opgenomen. Want er zijn ook een aantal online diensten. Dus ja, ik heb ze al gehoord. En wat zo indrukwekkend was, afgelopen week was de laatste. Hans die sprak over het graf. En toen had ik al die woorden gehoord. En toen zongen we daarna Jezus overwinnaar. Dat maakt impact. Echt waar. Het raakt me, je ziet het. Als je deze week, en ik wil je echt het aanraden, kijk al die diensten, alsjeblieft. En laat het op je inwerken. En als je dan zondag hier in de dienst bent, zal je de dienst zoveel rijker beleven, omdat je stap voor stap bent toegelopen met Jezus naar Pasen. Neem dat mee, alsjeblieft. Zaterdag is er ook nog Youth Night. Dat is vorige keer al aangekondigd voor de jeugd. Superleuk, ook niet vergeten. We hebben het maar over lopen en de wedloop lopen. En een wedloop lopen doe je ook samen. En soms kom je hele interessante mensen tegen waar je heel veel van kan leren. En soms is het ook leuk om iemand tegen te komen of bewust iemand op te zoeken die je misschien niet alledaags tegen zal komen. En juist die mensen, die kunnen soms dingen tegen je zeggen dat je denkt, hey, hier kan ik verder mee. Nou, lekkere vage omschrijving. Maar wat we gaan doen, we gaan iets nieuws doen in Commensie. En dat heet de Commensie Herberg. We hebben samen met Henk en André hebben we gesproken met het leidersteam. En we willen een aantal zaterdagen organiseren waarin we iemand uitnodigen om eens ons te prikkelen. Om eens met iemand te spreken die misschien niet hier zondag op het podium zal verwachten, maar wel iemand die ook op een bijzondere manier met Jezus wandelt. En daarom hebben we dus bedacht de Commensie Herberg. Want in een herberg weet je soms niet wie je tegenkomt, maar kunnen hele inspirerende mensen zijn. De eerste die we gaan verwelkomen, moet ik even erbij pakken, dat is Nicolaas Sintebin. Ik kende de naam niet, inmiddels wel, want Henk heeft me er van alles over verteld. Maar in het weeknieuws staat heel uitgebreid wat deze man is en wat je van deze man zou kunnen leren. De eerste keer is op zaterdag 23 april van 10 tot 1. En er zit een heerlijke lunch bij en er is plek voor 50 mensen. Mocht je dat nou interessant vinden, kijk alsjeblieft in het weeknieuws en geef je even op via het e-mailadres wat er staat. Van harte welkom.
Dan het volgende. Op 1 mei is er een inzegeningsdienst. Tijdens deze dienst gaan we de aantal Connect-groepleiders inzegenen. Liane als coördinator voor zending. En we willen heel graag Nick en Marianne als diaken inzegenen. En daar willen we een fijne dienst met elkaar van maken. Het is zo, we willen in Commensie, op het moment dat we oudsten of diakenen inzegenen, doen we dat in een heel zorgvuldig proces. En daar nemen we u als gemeente ook in mee. En daarom voor Nick en Marianne, mocht er iets zijn dat u zegt, nou, ik heb bedenkingen erbij of het wel een goed idee is, kan me niet voorstellen, maar stel dat het zo zou zijn, dat u denkt van, ik heb daar toch een vraag over, dan willen we dat een transparant proces van maken. Dus dan kunt u tot die tijd kunt u daar een mailtje over sturen, ook naar Jaap en Jenny, mocht er iets zijn wat u daarvan kwijt wil. En dan nu, Nick en Marianne, willen jullie heel even gaan staan alsjeblieft? Staan achterin. Twee geweldige mensen. Als je ze nog niet hebt gesproken, loop even bij ze langs. Want het zijn geweldige mensen. Leer ze even kennen. Dan als laatste, Pim, jij hebt ook nog wat te vertellen. Ja, zeker. Komt er maar in beeld met het plaatje. Want wij zijn namelijk als preesteam zijn wij op zoek naar nieuwe preesteamleden. Dus nieuwe muzikanten, zangers, zangeressen. En vooral de zangers hebben een beetje een tekort aan. En we hebben echt een supermooi team zoals je ziet. Het zijn nog meer dan dit. We zijn met 22. En we hebben echt een heel fijn team. Alleen ja, soms, we doen zoveel in de kerk en we willen ook zoveel doen. Dus met Arise, met zaterdagen, met door de weeks. Er was soms echt gewoon mensen tekort komen. En we weten ook gewoon dat er echt talent in onze kerk zit, wat gewoon nog niet, ja, wat nog niet tot bloei aan het komen is. En dat zou zo zonde zijn. Dus God heeft ons echt allemaal talenten gegeven om te gebruiken. En ik weet zelf toen, ja, Bram en ik door jou, door Jeff werden gevraagd toen wij 15 waren, kwamen we ook in het preesteam. En dat was dan heel spannend en kunnen we het nog wel goed genoeg. Maar dat was helemaal niet erg, want we konden gewoon groeien. Dus het preesteam en ook de Kids Church is echt een plaats waar je kan groeien als muzikant. Zangles bieden we ook aan. We hebben verschillende muzikanten die les kunnen geven. Gitaarles, pianoles. Dus het is echt een plaats om te groeien in je instrument, in je stem. Maar ook geestelijk. Je komt echt bij elkaar. Op oefenavonden zijn we niet alleen maar techniek aan het oefenen, maar ook elkaar aan het bemoedigen. Of we gaan echt leren om in aanbidding te gaan. Dus ken je mensen in onze gemeente die het nog niet durven zeggen dat ze eigenlijk muzikant zijn? Laat het weten en ga met ons lekker in gesprek. Wie weet is er gewoon echt een... Ik denk dat er sowieso een plaats voor je is. Ja, dat mag in dat geval een applaus ontvangen. We zijn zo blij met jullie en alle mensen op de foto. Iedere ochtend 8 uur denk ik dat jullie al als eerste hier komen. Het is oefenen door de weeks. Hebben we niet een geweldig preesteam? Vindt u niet? Ja, hè? Ja, vorige week stond ik hier om te vertellen hoe we alles hadden voorbereid hier beneden om vluchtelingen op te kunnen vangen. Degenen die er waren hebben ook een rondleiding gehad. Maar de grote vraag was toen nog van wanneer komen ze en wie komt er? En dat was ook een gebedspunt waar we jullie gevraagd hebben om voor te bidden. En direct eigenlijk na die zondag begonnen er allerlei nieuwe ontwikkelingen te ontstaan. Het is echt bijzonder om te zien hoe God gewoon stap voor stap dingen leidt. En soms denk je, ben ik even aan het wachten, maar iedere keer als ik terugkijk zie ik daar een perfecte timing in. Het is zelfs nu al zo dat er al zoveel aanvragen zijn gekomen van vluchtelingen die heel graag hier naartoe zouden willen komen, dat we echt hebben moeten zoeken met elkaar van wat is de groep die we hier mogen ontvangen. Want er zijn er meer dan dat we kunnen herbergen. Want ook op die manier zijn we een herberg. Nou, wat is er gebeurd? We werkten al samen met de banier. En dat deden we vooral dat zij het logistieke proces uitzetten en via hun zouden we dan een groep kunnen ontvangen. Maar zij zijn ook overweldigd door wat er op hun is afgekomen en ze hebben ook gevraagd, kunnen we ook samenwerken in de hele keten? Dus ook bij het ervoor zorgen dat de juiste mensen hier komen. Het is namelijk zo dat er een stad is, Mariupol,
Een bekende stad, omdat die continu in het nieuws is vanwege de zware belegering en de continue bombardementen. En het lukt dus heel de tijd ook niet voor officiële instanties om daar mensen op een goede, veilige manier uit die stad te kunnen evacueren. Maar er zijn wel mensen die uiteindelijk, omdat er zo'n schrijnend tekort is, echt aan alles, gewoon op eigen houtje de stad proberen te verlaten. En dat is een hachelijke zaak, maar meer en meer mensen verlaten zo toch die stad. En die worden opgevangen zo'n 20 kilometer daarbuiten in een vluchtelingenkamp daar. Echt letterlijk een tentenkamp. Nou, en we zijn dus in contact gekomen met een bevriende gemeente van pastor Archil, die in de banier zit. En daar zit een groep mensen die we heel graag hier naartoe willen halen. Nou, hoe gaan we dat doen? Er gaat morgen, komt er een bus, die gaan we helemaal volladen met hulpgoederen. Want het bijzondere is ook, ja, dat is ook weer een nieuwe stap. We dachten, we zijn klaar en we kunnen mensen gaan ontvangen. Maar de situatie is zo, dat daar zo'n tekort is aan spullen, dat het zelfs loont om vanuit Nederland allerlei noodgoederen naar daartoe te gaan brengen. Voorheen deden ze dat aan de Poolse grens, kochten ze spullen en brachten ze. Maar ook daar raken de dingen op en nemen de prijzen toe. Dus we hebben de afgelopen dagen met een aantal kerken, want het is gewoon te groot. Er zijn nu meerdere kerken die samenwerken, daar ben ik ook heel blij mee. We doen het samen met Nehemia in Zwijndrecht en twee van onze zustergemeentes, Commissie Capelle en de Nieuwe Weg. En met elkaar hebben we financiën opgehaald, goederen ingezameld. En dat is ook weer overweldigend, want er moet gewoon een tweede vrachtwagen komen vanmiddag om al die spullen mee te kunnen nemen. Die worden dan naar Overijssel gebracht, morgen in de bus geladen. En dan gaat die bus tot aan de grens, want verder kan die bus niet, de Sturriskant. Maar dan via de grens naar Mariupol gaat er een andere bus. En bij de grens vindt die uitwisseling van goederen en mensen plaats. Nou, dat klinkt allemaal heel gepland en dat proberen we ook zo goed mogelijk te doen. Maar de gegevens veranderen iedere keer, de situatie verandert continu. Dus dat is echt wel een proces waar we opnieuw heel veel gebed voor willen vragen. Maar we vertrouwen er echt op, hebben van begin af aan gezegd, God weet welke mensen hier mogen komen. En dat wist hij al voordat wij begonnen met het klaarmaken van ons gebouw voor opvang. Nou, ik wil jullie ontzettend bedanken, want we hebben weer een beroep gedaan op jullie. En ik ben echt weer overweldigd door de reactie. Het is zo ontzettend hartverwarmend wat er is opgehaald. En ook onze zustergemeentes, ook in Capelle, ook in de Nieuwe Weg. Ze hebben daar besloten het hele bustransport te financieren. Dus al dat geld is al binnen. Maar de coördinator in de banier, David, ik heb hem een paar keer gesproken, is een ondernemer, veel bedrijf, heeft zelf ook een busvervoersbedrijf. En hij zei, joh, ik heb visie voor 10 bussen. Er zitten nu 1200 mensen en ik zou het mooi vinden als wij de helft hier naartoe kunnen halen. Die kunnen we niet natuurlijk allemaal zelf hier opvangen, maar hij is ook weer, staat in contact met diverse opvanglocaties in Nederland. En hij zei, joh, willen jullie meedragen in die visie? En dat willen we gewoon doen. Dat blijven we ook gewoon doen. Dus we gaan zo ook collecteren. U mag zelf bepalen waaraan u wil geven, maar stel dat u zegt van ik wil ook juist daar aan geven, vermeld dan bij je gift dat het voor het transport en goederen is naar de Oekraïne. Super bedankt. Ik wil een zegen vragen voor de collecte. En ik wil daarvoor een stukje lezen. Staat in Matteüs 25 vanaf vers 35. Want ik had honger en u hebt mij eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij me geweest. Deze goede mensen zullen vragen, Heere, wanneer hebben wij gezien dat u honger had en hebben wij u eten gegeven? Of dat u dorst had en hebben wij u te drinken gegeven? Of dat u een vreemdeling was en hebben wij u geholpen? Of dat u niets had om aan te trekken en hebben wij u kleren gegeven? En wanneer was u ziek en zat u in de gevangenis en hebben wij u bezocht? En ik zal tegen hen zeggen, toen u dit voor één van mijn minste broeders gedaan hebt, deed u het voor mij. Dank u, Heer Jezus. We hebben het net al
gehoord, u heeft alles voor ons overgehad, Heer. Heer, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Heer Jezus, en ik dank u wel dat we, als we bidden, laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Laat uw koninkrijk komen op aarde zoals in de hemel. Heer, dat we niet alleen maar naar boven hoeven te kijken en hoeven af te wachten, Heer. Maar dat we gewoon nu, Heer, uw koninkrijk zichtbaar mogen maken, Heer. Door een stuk van uw licht te laten schijnen, Heer. Daar waar het zo duister is, Heer. Daar waar uw wil op dit moment totaal niet geschieden, Heer. Daar waar een heel ander koninkrijk werkzaam is, Heer. Juist op die plaatsen, Heer, willen wij uw koninkrijk daar tegenover zetten. En dank u wel, Heer, dat we dat mogen doen. Gewoon heel praktisch. Door mensen te helpen. Door ze hier een plek te geven. Door eten te geven. Door kleding te geven. Heer, door een stuk liefde te geven, Heer. En dank u wel, Heer, dat u zegt, wanneer jullie dat doen, dan doen jullie dat voor mij. Heer, dank u wel daarvoor. En zo willen we, Heer, van alles wat u ons geeft, uit de geweldige overvloed, Heer, de goedheid, Heer, die u ons geeft, Heer, willen we dat doorgeven, Heer, aan u, Heer. En ook om u zo gestalte te mogen geven, Heer. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Zie er niet naar uit dat de aarde vol wordt van Gods koninkrijk. Gaat u met me staan, dan gaan we zingen. Over heaven or fall, and all night.
Perfect, zodat wij dat nooit hoeven te zijn, Heer. Want wij kunnen dat niet, Heer. Wij redden het niet zonder U, Vader. Heer, laat ons Uw aanwezigheid zien, Uw nabijheid zien in ons leven, Heer. Dat wij door U mogen leven, door U mogen handelen. En dat het goed is en dat wij rein zijn, omdat U ons goed acht en rein acht, Heer. U bepaalt wie wij zijn, Heer. Dank U wel voor Uw nabijheid. Me go. I'm
lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. And you are my desire. Nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way and bring me back to you. Satisfied through where
sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. Hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for. Goedemorgen allemaal, fijn om hier weer te zijn, kom en zie. Lange geschiedenis al dat we elkaar kennen, vooral Cornelis, hè? Cornelis. Fijn je weer te zien. Ik zou je ziet er nog fris en fruitig uit. Ja, Koen had mij gevraagd om mij te start te geven voor deze Lijdensweek. Jullie hebben als thema, nu is er hoop.
En ik vond het ook een uitdaging, omdat je dan ineens ergens in moet duiken, terwijl je vaak met heel andere gedachten bezig bent. En dat is eigenlijk een enorme rijkdom, om opnieuw weer gedeeltes in de Bijbel te lezen en erin te duiken. En dan zie je weer dat er weer een stukje openbaring komt. Dus ik wil jullie ook echt aanmoedigen, als je naar Pasen toe leeft, volg deze week. Doe dat ook zoekend en doe het ook vragend aan de Heilige Geest om je openbaring te geven. We hebben veel te veel verstandskennis, en ik zeg dat ook wel eens tegen mezelf, ik Piet de Man, je weet het te goed. En dat kan een enorme belemmering zijn. Maar we weten het allemaal zo goed, hè? Maar laten we nou eens heel eerlijk zijn. Tuurlijk, we hebben alles gevonden in Jezus, maar ondertussen je telefoontje 5 minuten laten liggen. En wat zo belangrijk is, dat we eerlijk worden voor God, hè? We weten zoveel dingen en eigenlijk weten we het niet. Daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig, want alleen door Gods Geest weten we wat God ons heeft in genade heeft geschonken. Dus ik wou beginnen met het gedeelte te lezen in de opdracht van Koen. Ja, grappig. In Matteüs 26 vers 1 tot 15, je vindt hetzelfde verhaal in Marcus 14 ook en ook in Johannes. En ik lees het uit Matteüs 26 vers 1 tot 15 uit de NBV vertaling. Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon, degene die aan huidvraat had gelegen, aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare mirreolie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich daaraan toen ze dit zagen en zeiden: wat een verspilling. Die olie had immers duur verkocht kunnen worden en dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Jezus hoorde het en zei: waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Want ze heeft een goede daad aan mij verricht. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft zij dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden in de hele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Daarop ging een van de 12 die met de naam Judas Iscariot naar de hoge priesters en hij zei: wat wilt u mij geven? Dan zal ik hem aan u overleveren. Amen. Wat ik graag wil doen is dat u een kort gebed met me meebidt. Gewoon om te vragen of God je een geest van openbaring en kennis geeft. Jezus opende het verstand van de discipelen om de schriften te begrijpen. Het is niet iets van je hoofd. Het is iets van je hart. En alleen de Heilige Geest kan je daarbij helpen. Dus ik wil vragen om een kort gebed met me mee te bidden. Zeg maar: lieve Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Ik bid dat u mijn verstand opent. Om uw woord te verstaan. Geef mij uw geest van openbaring. En kennis. Om uw recht te leren kennen. Open mijn oren, Heer. Om uw woord te verstaan. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Ik vertrouw op u. Amen. Jeffrey zei het al vanochtend. Deze week begint met Hosanna. Het eindigt met kruisig hem. En waar het ook in dit verhaal om gaat, en ook al de verhalen tot zijn opstanding, het gaat om reactie. Het gaat allemaal om reactie. Hoe reageren wij op wat Jezus heeft gedaan? En je zal in die verhalen zien dat er heel veel reacties zijn. Het is blijkbaar, zien we dat Jezus geeft zijn leven en hij verwacht een reactie van ons. Hoe reageren wij? God is een God van het verbond. En dat houdt in, hij wil verbonden met jou zijn. John Wesley, de grote prediker uit de 18e eeuw, zei wel eens: God doet niets dan in antwoord op gebed. Het probleem is dat God heeft alles gedaan. Maar het hangt allemaal af van jou en mijn reactie. Of het vrucht zal dragen, of het tot een doorbraak zal brengen. En in dit verhaal zie je dat Jezus dus iemand, een vrouw, naar voren schuift.
als de reactie waar hij vreugde en vrede in vindt. En wat hem wel gevallig is. Maar je ziet andere reacties, want Jezus begint te spreken met: de mensenzoon moet overgeleverd worden om gekruisigd te worden. En we weten ook uit de verhalen van de evangelie dat de discipelen er geen bal van begrepen, om het even zo te zeggen. De Joden verwachten Jezus helemaal niet als het lam van God. Ze verwachten dat hij de koning der koningen was en al die Romeinen eruit zou kicken. Jacobus en Johannes en ook vooral Petrus aan de rechterhand, de rechter van Jezus. Judas dacht van: jongens, dat wordt een rijkdom, wordt dat. Die dacht, die stal toch al uit het portemonnee van Jezus. En hier zie je ook dat er allerlei reacties zijn. De hoge priesters en de oudsten van het volk, wat was hun reactie? Hem gevangen nemen en te doden. Wat was de reactie van de discipelen? Eigenlijk zie je dat ze zich ergerden, want ze begrepen de diepte niet van wat van Maria deed of wat deze vrouw deed. Wat een verspilling. Dat zei Petrus ook: oh nee, Heer, u sterven? De verhoede God. Ja, want dat is verspilling toch, een leven wat zo uitgegoten wordt voor iemand, is toch verspilling? En dan zie je die reacties, ook Judas. Die dacht alleen maar aan zichzelf. Hij gaat naar de hoge priesters toe en zegt: wat willen jullie mij geven? Hij zag alleen maar voordeel in Jezus. Is dat vandaag ook niet vaak zo? Dat we een voordeeltje zien in wat Jezus voor ons betekent. En wat er dan gebeurt, ik zal hem aan u overleveren. De waarde van Jezus zelf was zero. Wat Jezus gaf was heel belangrijk voor Judas. Hè? Ping, ping. En eer en het koninkrijk. En we gaan die Romeinen wel eens even. Ik. Maar dat was helemaal niet wat Jezus zocht. Maar hier zien we een vrouw. Waarschijnlijk is het Maria geweest. Dat vind je in Johannes. Maar zijn de theologen niet helemaal over eens. Maar ik vind het ook mooi dat hier een vrouw staat. Want dat maakt het toegankelijk voor ons allemaal. En Jezus zegt eigenlijk wat die vrouw nou heeft gedaan. Hè? En daar gaan we dadelijk op inzoomen. Wat die vrouw heeft gedaan, voor waar. Overal waar het evangelie wordt gepredikt. Wordt zij tot een voorbeeld gesteld. Is dat letterlijk een teken. Eigenlijk zegt Jezus: dit is wat ik zoek in mijn kerk. Dit is wat ik zoek in de harten van de gelovigen. Nou, daar gaan we wat dieper op inzoomen. Dus hoe reageren wij op wat Jezus gaat doen? Op zijn sterven, zijn opstanding. En wat maakt hem blij? Wat is de reactie die hem blij maakt? Het leven is kort. Ik zei het vanochtend nog even tegen Jeffrey of Koen, een van de twee. Maar deze week waren ook, vannacht werd ik ook opgeweld vanochtend. Een vriend van mij, 61 jaar overleden. Verleden week hadden we ook een begrafenis van een vrouw. Hè, iemand van onze Bijbelschool. Een kind van 0 en 4 jaar bij Kaam overleden. En dan denk ik ook van: Heer, wat is het leven kort. En dan ga je wel langer om meer denken. Eens zal ik in zijn ogen kijken. En wat zeggen zijn ogen? Natuurlijk ben je behouden door het offer, dat weet ik. Maar hoe is mijn leven geweest? En dat vervult mij dan met vrezen van de Heere. Ga ik voor eer voor mensen? Oh, Dick Pieterman, mooie preek gegeven. Wat is dat nou? Als je voor hem staat. Heel die eer van mensen is helemaal niets. Maar de eer van de enige God. Dat is toch het enige eigenlijk waar het over gaat. Je kan helemaal niks meenemen, joh. Helemaal niets. Alleen wat gedaan is uit liefde voor Jezus. En Jezus houdt van ons allemaal, hè? Maar er zijn toch dingen die Gods welgevallen, Gods vreugde aantrekken. En dat zien we ook dat Jezus 2 keer mensen een groot geloof noemt. 2 keer. Een Romeinse hoofdman en een Canaanitische vrouw. Allebei niet Joden. Allebei geen gelovigen. Allebei mensen die geen enkel recht hebben. Op wat voor zegen ook. En ze komen als rechterlozen bij Jezus en ze stellen vertrouwen op hem. Jezus noemt dat groot geloof. Niet dat gebral van ons, van als je maar meer geloof hebt, gaat God meer doen. Alsof we door ons geloof God even in werking kunnen stellen. Maar geloof is, groot geloof is alleen maar rekenen op de genade die Jezus brengt. Alleen maar daarop rusten. Niet geloof in je geloof, maar geloof in hem. Dat is krachtig. En dat noemt Jezus groot geloof. Zo zie je ook Maria. Sommige theologen geloven ook dat Maria Jezus zalfde. Maar Maria was ook elke keer, die wordt tot voorbeeld gesteld.
En Maria is daarin ook een beeld van de kerk. En dat beroemde verhaal ook van Martha, Martha, wat maak je je zorgen om veel dingen. Martha die altijd maar bezig was. En Maria die zit gewoon stil aan de voeten van Jezus. Heerlijk, Heer, vul me met uw geest, vul me met uw woord. Heerlijk, was een genoot van wie Jezus was. En Martha die wordt, ergert zich groen en geel. Heer, doe er wat aan, want ze laat me alleen maar dienen. En dan zien we dat Maria, dat Jezus zegt, nee maar Martha, Martha, wat maak je zorgen om veel dingen. Eén ding is nodig. Jouw relatie met mij. Ik zoek jouw hart, ik zoek jou. En zo zien we dat Jezus ook dus deze vrouw tot een teken stelt, een voorbeeld stelt. Nou, wat deed ze? Er zijn de 5 punten wat zij deed, wat Jezus hart raakte. Ze gaf iets wat uitermate kostbaar was. In alle evangeliën staat dat het zeer kostbaar was. Ze gaf iets wat een jaarsalaris waard was. En het was niet alleen, het ging niet om het geld, want daar dachten de discipelen aan. Hoe had aan de armen kunnen gegeven worden? Had aan Oekraïners gegeven kunnen worden? Doe het alsjeblieft. Maar er is iets diepers. Het gaat niet om dat geld. Het gaat niet om dat jaarsalaris. Jezus is helemaal niet gericht op dat geld. Het gaat om waar het voor staat. En in de Joodse traditie is het zo dat de vrouwen altijd mirreolie opspaarden. Het was heel kostbaar voor hun bruiloft. Het was voor de mooiste dag van hun leven. Dat spaarden ze op. En wat deze vrouw deed, was niet alleen maar zomaar wat geven. Was eigenlijk haar toekomst, haar hoop. Haar mooiste dag van het leven was alles uitgieten voor Jezus. De mooiste dag van haar leven was alles uitgieten voor Jezus. Wat gaat dat diep? Want normaal hadden ze die olie opgespaard om in de huwelijksnacht lekker te ruiken voor je geliefde. En zij zei, alles wat ik wil doen om het lekker te ruiken voor mijn geliefde, is het voor u uitgieten. Wat een diepte van overgave. Dat gaat heel diep. En ze goot dus met die olie al haar liefde uit voor Jezus. En daarmee zei ze eigenlijk, Heer, u bent de belangrijkste van mijn leven. Het waren geen woorden. Het was een jaarsalaris. Dit waren geen woorden. Dit was werkelijk iets van, eens komt die dag dat ik zal trouwen, een man zal hebben, kinderen zal hebben. En eigenlijk zei ze, alles schiet ik uit. Mijn geluk, mijn toekomst, mijn man, mijn kinderen. U bent de belangrijkste in mijn leven. En dat gaf ze handen en voeten. U bent de eerste in mijn leven. En waarom raakte dat het hart van Jezus? Omdat wij allemaal voorbereid worden om de bruid van Christus te zijn. Heilig en onberispelijk. Daarvoor raakte dat het hart van Jezus. Want Jezus zag in Maria, in deze vrouw, zijn bruid. Die alles uitgiet voor Jezus. Die niks terughoudt. Die zegt, u bent de kostbaarste. Kostbaarder dan mijn man, kostbaarder dan mijn kinderen, kostbaarder dan mijn huwelijk, kostbaarder dan de huwelijksnacht. Alles is voor u. En je ziet dat Jezus dus innerlijk bewogen wordt. Want hij ziet daar zijn bruid. Klaargemaakt door de Heilige Geest. Heilig en onberispelijk voor zich staan. En deze vrouw is een beeld van de bruid. In Marcus 14 vers 3 staat dat ze niet alleen maar die olie uitgoot over Jezus' hoofd. Maar ze brak de kruik. Ze brak de kruik. Ze goot alles uit over Jezus. Ze was niet als een Nederlander zuinigheid. Heer, een paar druppeltjes over Jezus' hoofd, dat is toch voldoende? Ik spuit ook niet heel mijn parfum, heel de fles leeg op me. Dan ga je stinken ook nog. Maar zijn wij niet mensen van de druppeltjes? Zijn we mensen van de druppeltjes of van de overvloed? Een beetje Jezus geven aan Jezus. En nogmaals, hij respecteert dat. Hè? Soms kunnen we niet alles geven. En ik geef altijd dit voorbeeld. We houden dingen vast. Hè? En de Heer is in zijn liefde. Zegt je nou even je pink los en dan je vinger los. En dan kan je het langzamerhand overgeven. Want we houden zoveel vast. Hè? Maar deze vrouw deed... Bijzonder. Wat houden wij dingen vast? Hè? Wat controleren we dingen? Beetje voor Jezus, beetje terugnemen. Zelfs Corrie ten Boom zei dat. Hè? Vaak
dat we ons koffertje bij de Heer neerleggen en eigenlijk nemen we het zo weer snel mee. Maar deze vrouw gaat zo diep. Ze breekt die kruik, alles, flotsch, ja, salaris, over Jezus heen. En heel vaak geven we gedeeltes van onszelf. Want we hebben ook allemaal terreintjes in ons leven, kamertjes. Wij willen wel dat de Heer komt in onze woonkamer, maar al die zolderkamertjes en al die kelders en al die pijn die er nog zit en dingen die je niet beleden hebt. En allemaal dingen die je eigenlijk nog wrok hebt en boosheid hebt, mag Hij ook daar komen? En dat is juist het allerbelangrijkste, dat hij wil daar komen, Hij moet daar komen. Want vaak loopt een leven kapot, omdat we uiterlijk wel heel geestelijk en christelijk zijn, maar ondertussen hebben we die boosheid nog, die onvergevensgezinde dingen die niet verwerkt zijn. En eigenlijk moet God beginnen bij die schaduwkant. Daar moet hij bij komen, want dan kan het gezond worden. Er is vaak nog zoveel rommel. Maar als hij komt, wil hij woning maken in heel jouw huis. Daar bidt Paulus ook daarvoor, dat Christus door het geloof in ons hart woning maken. Dan denk je, nou, wat een raar gebed, Paulus. Christus woont toch in mij? Ja, hij woont in ons. Maar woont hij in al jouw gedachtes? Maar kom op, man. Al jouw gevoelens? Al jouw kamertjes? Daar moet je over nadenken. Ik zal dadelijk wel laten zien, het gaat niet om aanklacht of schuld, dat doet God niet. Maar wat God wel is, oprechtheid, eerlijkheid. We moeten geen poppenkast spelen. Als we alleen een pink kunnen geven, is de Heer blij mee. Maar zeg dan gewoon, Heer, ik kan alleen een pink geven. Maar doe niet net alsof je alles uitgiet. En we hebben natuurlijk prachtige liederen gezongen. Maar soms doe ik wel eens een kruisje slaan of zo. Ik ben maar geen katholiek als we een liedje zingen. En denk van, Heer, geef me genade. Alles wat ik heb, vind ik in u. Wat kunnen we nou loslaten? Dat komt pas als je die dingen meemaakt in de Oekraïne. Als je alles weg bent, weet je wel. Kan je het dan allemaal loslaten? Misschien een beetje streng vandaag. Maar dat geeft niet. Want het is belangrijk, hè, dat we scherp zijn. Wat is onze reactie? Oh, Heer, hier een druppeltje. Oh, dan voelen we ons helemaal goed. Ik heb nou 10 euro gegeven voor de Oekraïne. Dan voel je soms een goddeloze goedheid. En wat is waar, hè? Pas kwam ik in de gemeente, iedereen had avondmaal gehouden. Prachtig natuurlijk, ik zeg, waarom heb je een avondmaal gehouden? Heel vaak is het gewoon, nou, hebben we gedaan, we worden gezegend om wat we hebben gedaan. Nou, je wordt helemaal niet gezegend op wat jij doet. Je wordt gezegend als je in het avondmaal vertrouwt op Jezus. En we kunnen ook zelfs naar Oekraïne toe een soort goddeloze goedheid ontwikkelen. Maar we voelen ons weer goed dat we zo goed hebben gedaan. Het is goed om goed te doen. Maar het gevoel is levensgevaarlijk. Want het is een religieus gevoel. Wat je van Christus af kan halen en af kan trekken. Ook ben naar de kerk, ben naar Commissie geweest. Kom wel goed deze week. Komt helemaal niet goed omdat je naar Commissie gaat. Nee, het komt goed omdat jij op de Heer Jezus vertrouwt. Het komt goed omdat je hier hem kan ontmoeten. En je broeders en zusters kan ontmoeten. Kom op, man. Aan het stappen in een stukje nep. Het is Jezus echt alleen. Het is de ontmoeting met hem. Dus ze hield helemaal niks terug. En dat kan natuurlijk alleen door liefde. Want waarom kon deze vrouw, ze was aangeraakt door de liefde van Jezus. Dus ga dat nou niet in jezelf zoeken. Maar word wel gewoon eerlijk en zeggen, dat heb ik niet. Zeg de Heer, raak me aan. Zeg je Heer opnieuw, ik kan lief hebben met uw liefde. Jezus zegt toch ook dat we elkaar lief moeten hebben met de liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Dan moet je toch niet in jezelf zoeken. Dan ga je helemaal failliet aan. Je moet het zoeken daar bij het kruis. En zeggen, Heer, dat is het gewoon. Nou, het derde punt is, ze deden een goede daad aan Jezus. Wij mannen zijn altijd zo bezig, hè. Weet je, dat we ook kerken kunnen bouwen gewoon met management en allerlei menselijke dingen, dat kan. Laodicea, hele grote kerk, maar Jezus stond buiten de deur. Gelukkig staan de deuren open. Dat kan. We hebben alles, we zijn rijk, we hebben alles toch? En Jezus is er helemaal niet in betrokken, hij is niet het centrum. Dat is niet de kerk. Dat is een huis van religie, maar Jezus staat buiten. En dat is hier ook. Wat raakt Jezus? We doen zoveel dingen voor hem en hebben dat goede gevoel, hè? Hebben een goed gevoel.
Oh, ik heb vandaag weer dit gedaan, dat gedaan. Je mag ook blij zijn als je mensen over de Heer vertelt en als je goede dingen doet. Maar dat goede gevoel is gevaarlijk. Want Jezus zoekt niet zozeer dingen die jou een fijn gevoel geven. Maar de Heilige Geest wil ons leren dingen te doen die Jezus een fijn gevoel geven. En wij werken voor Jezus, maar werken we, dit is een werk wat aan mij is gedaan, zegt Jezus. Dit is een werk wat mij raakt. Dit is iets wat mij raakt. Dit is iets waar ik blij van word. En willen we nou Jezus behagen of onszelf behagen? Willen we een kerk zijn wat fijn voelt? Of een kerk zijn die fijn voelt bij Jezus? Die zijn bruid is, die gaat schitteren. We hebben natuurlijk vandaag heel erg een beetje wellness-idee. Vroeger had je het welvaartsevangelie, tegenwoordig heb je het wellness-evangelie. Maar het gaat toch altijd om genieten? Het gaat toch om dat we altijd genezen worden? Het gaat toch om dat we al onze verlossing hebben? En het is allemaal een kern van waarheid. Jezus werd arm omdat ik altijd rijk zal zijn. Ik moet altijd genieten met Jezus. We halen het lijden weg, we halen zelfverloocheningen weg, we halen heel veel teksten uit de Bijbel weg. Maar we moeten wel, het moet goed voelen allemaal. Is dat niet een grote misleiding? Willen we een kerk zijn die goed voelt bij Hem? Dat is wat Jezus neer wil zetten. Een goede daad aan Jezus heeft dat voor mij gedaan. En we kunnen zondag heel makkelijk, halleluja, oh Heer, maar hoe ben je als niemand jou ziet? Hoe ben je thuis op maandag? Hoe ben je op je werk? Dat is waar God naar kijkt. En de kracht van zalving zit niet in de kerk. De kracht van zalving zit in jouw persoonlijke omgang met God door de weeks. En dat breng jij in de kerk. Dat is heel wat anders. En je ziet dat Jezus kijkt naar die toewijding. Als je in het kleine getrouw bent, zal ik je over meer aanstellen. God kijkt naar de toewijding van je hart. Misschien vinden andere mensen de verspilling. Wat doe je nou altijd? Uren bidden op een dag, wat dan ook. Ja, mensen noemen dat vaak een verspilling. Wat doe je nou voor de Heer? Zo'n gebedsgroepje. Is dat nou zo belangrijk? We moeten gaan. Ja, ook. Maar pas op wat je verspilling noemt. Tijd met Hem is nooit verspilling. De Bijbel lezen is nooit verspilling. Ja, geen tijd voor de Bijbel, maar je hebt wel tijd voor Feyenoord. Kom op, man. Heb je tijd voor dit woord? Als je in dit woord blijft, zal je waarheid verstaan en waarheid maakt je vrij. En als je niet in dat woord blijft, word je nooit vrij. Heel simpel. Voor mij is dat de Bijbel. We moeten vaak oppassen met dingen uit te leggen. We gaan door uitleg vaak dingen verzwakken. Moeten we niet doen. Want dan haal je de angel weg, dan haal je de scherpte weg waarop God je kan corrigeren. Hij is vol van liefde, hij is ook een verterend vuur. De vrezen van de Heer is daarin belangrijk. Want hij is ook te vrezen. En hij is niet alleen pap en nat houden en liefde en alles voor jou. Hij vraagt ook wat. Als je mij wil volgen, zegt hij, oké, dat is het plaatje. Zelfverloochening. Dus dat gaat best diep. En dat zie je dat Jezus op een gegeven moment ook bij die offerkist gaat zitten. En dan kijkt hij hoe mensen geven. Met aandacht staat er. Kijk, heel duidelijk. En dan zie je al die mensen komen met een grote flap. Oh, fijn gevoel. Ik heb 1000 euro gegeven. Oh, ben ik toch een heilige. Levensgevaarlijk, zo'n gevoel. Want Jezus prikt je helemaal lek. Hij kijkt helemaal niet hoeveel je geeft. Hij kijkt hoe je geeft. En het was maar een paar muntjes van die weduwe. Jezus zegt, dat is voor mij. Wat heeft ze aan mij gegeven? Niet voor je eigen eer. Oh Heer, kijk eens hoeveel ik geef. Iedereen laten zien, mijn check. En vroeger deden dat ook wel eens. In een offer moest je je geloofzaad zaaien. Dan moest je je check wapperen zo. Je hoeft helemaal niks te wapperen, man. Dat hoeft niet. En punt 4 is zien we dat ze deed wat ze kon en gaf wat ze had. Dat is ook een bemoedigend iets. Hè? Jezus vraagt van jou niet wat je niet hebt. God zegt tegen Mozes, wat heb je in je hand? Ja, een staf. Nou, die staf moet je aan hem geven. Dan kan hij de staf van God van maken. Hè, als jij gaven hebt voor muziek, geef dat nou eens aan God. Nee, ik wil prediker worden. Nou, als God jou niet roept als spreker, moet je gewoon niet doen. Nee, dan wordt het een religieus, goddeloos werk. Een godloos werk, laat ik het zo zeggen. Mensen willen vaak bediening, hebben vaak toch podium. Ja, podium, dat is de plek to be, oh ja? Dat denken wij. Maar de plek to be is daar waar God je plaatst. In gehoorzaamheid, in overgave.
En dan kan wel eens koffie zetten belangrijker zijn dan je preek voor God. Want hees, kijkt hoe. En dan moet je ontspannen, joh. God, die kijkt hoe je dingen doet. En dat je geeft wat je hebt. En je hoeft niet iets te geven wat je niet hebt. En dan begin je te geven en dan gaat God het laten groeien. Het laatste punt is zo bijzonder van Maria. Dat zij het precies op tijd deed voor haar begrafenis. Ze heeft Jezus gezalfd voor de begrafenis. Terwijl niemand wist dat Jezus zou sterven, begraven zou worden en op zou staan. Dat was niet het geloof van de Joden, ook niet van de discipelen. Maar zij pakte profetisch iets op. Zij was een vrouw die aan de voeten van Jezus zit. En wat je dan doet, is dat je profetische dingen oppakt. Want uiteindelijk zie je na de opstanding dat Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, gingen naar het graf om Jezus te zalven. En toen was het te laat. Er staat, hij is opgewekt, hij is hier niet. Toen konden ze hem niet meer zalven. Maar deze vrouw pakt dus profetisch dingen op van het hart van Jezus. En dat zijn de daden waartoe God je roept. Niet de doedingen voor Jezus, maar de dingen die God voor de grondlegging der wereld voorbereid heeft voor jou. Goede werken die hij voor jou bereid heeft. En als dat niet het podium is of niet een prediker, dan ga God dienen met wat je hebt, wat je wel kan. En want God wil dat hele lichaam van Christus dienstbaar wordt. En dan kan je zeggen, ik heb niks te geven. Je kan altijd koffie schenken. Je kan altijd een patatje maken voor die Oekraïners die komen. Je kan altijd wat. Maar stap ergens in uit. Geef iets. Je kan ook een boeketje bloemen naar je buren brengen. Je kan ook eens een keer zeggen, ik kijk geen Feyenoord, ik ga de Bijbel lezen. Ik hoop dat jullie Feyenoord-fans zijn. Maar goed. Ik wel, maar goed. En dat is wat God zoekt. En waarom wordt Maria dus hier, deze vrouw, tot een voorbeeld, tot een teken gesteld? Omdat eigenlijk Jezus zegt, dit is de reactie die ik wil op mijn sterf en opstanding. Dit is die gemeente die ik voor ogen heb. Een gemeente die niet terughoudt. Een gemeente die niet alleen in een soort welnis zit van Jezus voor mij. En hij zegent mij en hij geeft mij rijkdom. Door zijn armoede ben ik rijk geworden en ik ben altijd genezen. Allemaal een kern van waarheid in. Maar levens die ook uitgegoten worden voor hem. Want hij is een verbondsgod. En God heeft gekozen om door zijn lichaam te werken. Want de Heilige Geest vandaag heeft geen lichaam, weet je dat? En heeft God speciaal gedaan, de Heilige Geest geen lichaam geven. Want God is een verbondsgod. En een verbond houdt in dat de Heilige Geest heel graag wil werken, maar heeft jouw handen, jouw voeten nodig, jouw mond nodig, jouw gaven nodig, jouw leven nodig. En als je kind van God bent, je bent wedergeboren, heb jij een plek in het lichaam. Heb jij een verantwoordelijkheid voor God. Dat je wat doet met wat God jou heeft gegeven. Al is het koffie zetten. Al is het schoonmaken. Al is het zuigen. Weet ik wat het is. Het is zo belangrijk. Want de gemeente moet gaan functioneren. Want God heeft gezegd, de gemeente is mijn tempel, mijn woonplaats. En jij bent die woonplaats. God heeft je nodig. We hebben hem nodig. En het is wel goed dat we alles van hem ontvangen. Maar het doel daarvan is dat wij ons daaraan geven. Want anders blokkeert het werk van de Heilige Geest. En God zoekt die generatie. Die als Maria zegt, ik wil mijn leven uitgieten voor u. Niet alleen de zondag, maar ik wil mijn dagen geven aan u. Ja, maar in de zondag ontmoet ik Jezus. Kan je ook op je werk ontmoeten. Ik werk ook in het inloophuis van de Hoop met gasten van de straat, daklozen. Ik weet niet of jullie wel die containerdorp hebben gezien van de EO. Maar bepaalde gasten die zo altijd verslaafd, altijd op straat zitten. Maar juist op dat punt kan je zo mooi de liefde van de Heer ontmoeten. Want dan zie je vaak dat er alle rommel, alle pijn heen, kom je soms bij een punt dat er ineens een bingo is. Een verlangen gewoon om anders te zijn. Een verlangen wat God aan wil raken. Dus overal kan je de Heer ontmoeten. Maar God wil dat we de kostbaarste tijd, niet alleen de zondagen, maar ons leven geven aan hem. Een genade generatie die hem lief heeft boven alles.
En laten we waakzaam zijn voor het wellness-evangelie. Waarom moet het evangelie altijd goed voelen? Waarom moet de samenkomst altijd fijn voelen? Waarom moeten we altijd de mooiste lieder hebben wat fijn voelt? En dat mag, maar je mag genieten, begrijp het goed. Maar het is niet de essentie van het evangelie. Het gaat om, geniet hij, voelt hij het fijn om hem te eren. He, je hoort wel eens ook zo van, ja, met Jezus is het elke dag genieten. Nou, heb jij het altijd meegemaakt? Soms is het moeilijk, soms is het lijden, soms is het een enorme strijd. Soms is het je leven afleggen. Maar waar zijn de teksten die Paulus ook zegt over het normale christelijke leven? Niemand van ons leeft voor zichzelf. Want als we leven, leven voor de Heer. Als we sterven, sterven voor de Heer. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Jezus is gestorven niet alleen voor onze zonde en ziekte. Jezus is gestorven omdat we niet meer voor onszelf zouden leven. Je moet het wel uit de Bijbel knippen, zo'n tekst. Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt met de daad de vijand van God. Waar is je vriendschap voor de wereld? Jezus zegt dat hij roemt in het kruis van de Heer Jezus, door wie de wereld hem gekruisigd is en ik aan de wereld. Wat is de invloed van de wereld en het wereldsdenken in jouw leven? We leven in die wereld, maar Jezus zegt ook in die wereld leid je verdrukking, maar ook het goede moet, ik heb die wereld overwonnen. We hebben ermee te maken. Maar wat voor geest van de wereld komt binnen? En elke keer zie je ook, hè, welwaarts evangelie, wellness evangelie. Waar komt dat van? Omdat heel de wereld wellness. Allemaal wellness en wellness. En moeten kristallen dragen en wellness theetjes en wellness dit. We moeten ons altijd maar goed voelen. En die misleiding komt ook de kerk binnen. Want je leven afleggen voor Jezus voelt niet goed. Die oude Dick Pieterman die ik in de dood moet brengen, voelt niet altijd leuk. He, leg dan af. Dood dan de leden. Oh, van die rottekst allemaal in de Bijbel. Die moet maar doorstrepen. Ja, maar is dat ook niet het evangelie? We moeten dat afleggen. He, als ik loop te mopperen en ik merk gewoon dat iemand op mijn tenen staat en ik heb toch het idee om hem achter het behang te plakken, moet ik zeggen, Heer, ik wil daaraan sterven. Ik heb dingen meegemaakt soms die zo onrechtvaardig voelden dat ik soms echt honderden keren heb gebeden, Heer, buig me, echt. Want dan komt er wat op in je naar boven. En denk van, oh, wat is dat lelijk. Dat is helemaal niet het beeld van Christus. Maar dan ben ik zo dankbaar voor dat kruis. Dan zeg ik, dank u Heer, dan ben ik ook gekruisigd met u. En Jezus, ik wil u de ruimte geven, want ik brouw er nou niks van. Ik ga liever... Maar hij is anders. En dat principe verandert je hart. Roem in het kruis van Christus. Nou, nu is er hoop. Ik hoop dat jullie nog hoop hebben. Maar er is hoop als jij je overgeeft aan de Heer. Dat is een hoop. Maar God wil wel oprechtheid en eerlijkheid. En ik wil eindigen met 1 Koningen 8. Ik ga dat niet helemaal lezen als de inwijdingsgebed van Salomo in de tempel. Want wij zijn de tempel van de levende God. En je persoonlijk is jouw lichaam is ook een tempel van de Heilige Geest. En Salomo die bidt 4 keer over het hart. En dat is eigenlijk geniaal. He, natuurlijk, hij zegt op een gegeven moment, God kent jouw hart. God weet alles van jou. Waarvoor zou je iets verbergen? Maar weet je wat God eerst wil weten van jouw hart? En dat is wat hij zegt. Als jij God aanroept in de tempel, hè, wat God eerst wil, is dat je de plaag van je hart erkent, zegt hij. En natuurlijk is het goed om hem te prijzen en te loven, de mooie dingen van ons leven te brengen. Ga God danken, daarvoor is waar. Maar als je dieper wil gaan, moet je ook eerlijk gaan worden naar jezelf. Waar zit de opstand? Waar zit de onvergevingsgezindheid? Waar zit die plaag? Dat je misschien wel 10 keer al bent gaan staan, ik geef me helemaal aan open en eigenlijk doe je er niks mee. Waar het om gaat is dat jij dus tot die eerlijkheid en oprechtheid komt. Heer, de plaag van mijn hart is dat ik wel een ping geef, maar nog niet alles. Dat ik vaak wel een paar druppeltjes over je hoofd uitgiet, maar niet echt alles uitgiet voor u. En weet je, dat doe je niet vanuit jezelf. Dat doe je vanuit de liefde van Christus. Dat was de motivatie van deze vrouw. Ze was heel diep aangeraakt door de genade van God. Maar je komt dat pas als jij heel eerlijk wordt met die plaag van je hart. Dit is het, Heer. Dit is het. Ik had jaren geleden
Was een keer, iedereen noemde mij vaak niet, ik heet Dirk Jacobus. En mensen noemden mij vaak, nee, je bent meer een Johannes. Ook in profetie, ja, je bent een Johannes. En op een gegeven moment zei de Heer, dat ben je helemaal niet, je bent Jacobus. Ik denk helemaal niet, van Jacobus een rotnaam. Jacob, hele likker en zo, ook helemaal niks. Maar de Heer wilde mij duidelijk maken dat hij begint mij helemaal niet met Johannes. Hij begint met Jacobus. Hij begint daar waar ik herken dat ik eigenlijk een hele likker ben. Dat ik eigenlijk iemand ben die loopt te manipuleren. Jacob, weet je wel. En God zegt tegen Jacob, hoe is je naam? Ja, Jacob. Oh, ja, een oplichter eigenlijk. Ik heb mijn vader bedrogen. En dan zegt God, nou, daar begin ik. En ik maak je een Israël. Begrijp je wat ik bedoel? God begint met jouw schaduwkant. God begint helemaal niet met een mooie kant. Hij begint met eerlijkheid, met de plaag van je hart. Als je dat eerst geeft, kan God meer dingen doen. En dan zegt Salomo, zegt zo mooi, Heer, u kent immers het hart van alle mensenkinderen. Gelukkig, God weet het. Waarvoor zou je wat verbergen? Als je net als Corrie ten Boom dat koffertje weer meeneemt en je zegt, oh Heer, vandaag geef ik alles aan u. Maar God wil eerlijkheid, waarheid in het verborgene. En dan kom je veel verder. En dan het derde punt wat Salomo aanhaalt, Heer, win ons hart voor u. Vind ik ook zo mooi, hè? Maar je wil vaak wel. Maar Heer, win mijn hart met uw liefde. Mooi, hè? Win mijn hart met uw liefde. En dan eindigt Salomo ook zo mooi. Heer, laat ons hart volkomen voor de Heere zijn om in uw wegen te gaan. Zie je dat proces? Plaag laten zien. Weten dat God het toch allemaal al weet in zijn liefde. Heer, overwin mijn hart met uw liefde. En dat maakt dat ik in zijn weg kan gaan. Amen. Daarvoor wil ik graag met jullie bidden. En weet je, soms doe je een oproep en dan gaat heel de gemeente staan om zich opnieuw toe te wijden. Maar soms doe je dat 10 keer en het werkt voor geen meter. Omdat je dan alleen maar in de gevoel zit van ja, ik wil alles geven aan Jezus. Dat kan een goede wil zijn, hè. Maar soms zit die plaag van je hart in de weg. Het is goed om die wil te hebben. En zeggen, alles voor u, Heer Jezus. En ik weet, de meesten willen dat. Als je bent aangeraakt door de liefde van Jezus. De meesten willen dat. Maar eigenlijk wil God dat je even eerlijk bent. Ik wil gewoon een moment van stilte nemen. En dat je dan in je hart eens nagaat van, Heer, wat hou ik terug? Wat is eigenlijk de plaag van mijn hart? Dat ik misschien wel hele mooie woorden, mooie liederen zing, maar wat doe ik er nou mee? Heel de week lees ik de Bijbel niet. Eigenlijk bid ik helemaal niet. Eigenlijk vind ik het wel best allemaal. Ik ben passief geworden. En weet je wat God zegt? Ik wil dat je dat laat zien aan mij. Dat je heel eerlijk dat beleidt aan mij. En dat staat zo mooi ook in klaagliederen. Dat je met je handen je hart opheft tot de Heere. Maar doe eerst de schaduwkant. Waar je hem nodig hebt. Waar je een diepere aanraking nodig hebt van zijn liefde. Dat hij je hart kan overwinnen. Maar dat begint als jij erkent de plaag van je hart. Dat je soms wel mooie woorden zegt. Maar dat je echt weet, ik heb een diepere aanraking nodig in die plaag van mijn hart. Dus ik wou een moment stil te nemen. Gewoon dat je even aan de Heer vraagt, Heer, doorgrond en ken mij. En zie of er een heilloze weg is. Toon mij de plaag van mijn hart. Denk maar aan boosheid, onvergevensgezindheid. Liederen die je wel zingt, maar waar je niks bij voelt. Dat je niet meer bewust bent van wie Hij is. De vreugde van je vergeving kwijt bent, de vreugde van je heil. De leegheid in je hart. Dat je geen honger hebt naar zijn woord. Dat je niks doet met de gaven van de Heilige Geest. Niks doet met je lichaam, want een tempel is van de Heilige Geest. Dat je niet inzetbaar bent. Wat voor plaag ook. God wil het weten, zonder veroordeling. Want ik wil vragen als je... Als je gewoon iets ontdekt hebt in je hart, dat je denkt van Heer, er is een stukje plaag, een stukje lauwheid, een stukje whatever.
dat je gaat staan en dat je je handen opent en je hart opheft naar Hem. Dat je gewoon gaat staan. Dat je zegt, Heer, dit is het. Niet, ik wil een Johannes zijn, zoals ik zei, je bent Jacobus. Waar het niet goed is in je leven. Terreinen van je leven die je niet hebt overgegeven. Gewoon de plaag van je hart. God zegt, erken dat nou maar. Wees eerlijk, beleid het bij mij. Open je handen maar gewoon. Dat je je hart in je handen neemt. En dat je de schaduwkant toont aan Hem. Dat je bidt, Heer Jezus, kom daarin. U weet het toch allemaal. U veroordeelt mij niet. Kom in de plaag van mijn hart. Nou, waar ik vaak wel wil, maar het gewoon niet doe. Waar het leeg is geworden. Waar er geen honger is. Waar uw liefde mankeert. Hier is mijn hart, Heer. Spreek je gebed maar uit. Ik wil zo bidden, Heer, dat u harten heelt en geneest. Die plaag geneest. Een hart wat gegrepen is door de liefde van Christus. Wat ieder kan ontvangen aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Wees maar als Maria en luister naar zijn stem. Hij houdt oneindig veel van je. Maar hij wil dat die liefde maakt dat jij je helemaal kan geven. Dat je inzetbaar bent voor zijn kinderen in zijn kerk. Inzetbaar bent voor de taak die God je heeft gegeven. Dat talenten niet in je leven blijven, maar een zegen worden voor de wereld om je heen. Hij wil je tot een bron van zegen maken. Kom maar, Heer. Laten we met elkaar dat mooie lied zingen. Aan uw voet, Heer, is de hoogste plaats. En luister naar zijn stem. We mogen allemaal gaan staan en zingen dat mooie lied. Aan uw voet, Heer. Is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u, om bij u te zijn, is de hoogste eer, daarom buig ik mij voor u. Is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u, om bij u te zijn, is de hoogste eer, daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verkies u om bij u te zijn. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot u, o Heer. Aan uw voeten in. Daarom kiel ik in.
Met elkaar ook de goede week ingaan om bij de voeten van Jezus te zijn. Misschien is er iets waardoor je geraakt bent, aangesproken bent en letterlijk naar hem toe wil komen, naar het kruis wil komen, dan is er nu ook gelegenheid voor, of als er een nood is of wat dan ook, samen met iemand te bidden. Ik wil het gebedsteam vragen om naar voren te komen. Kom dan gerust naar voren voor gebed. Bijzonder. Zo'n week die we ingaan met elkaar. Ik wil jullie echt aanmoedigen om ook morgen 7:30 weer samen aan de voeten van Jezus te zijn. En de volgende dagen. Vader, dank u wel dat we met u mee mogen. Dat we aan uw voeten mogen komen, Heer. En het is ons verlangen om dieper te komen, Heer. Om u dieper te leren kennen. En Heer, ik bid inderdaad dat die geest van openbaring, waar Dick om bad, waar we samen hebben om gebeden, Heer, dat die krachtig zal werken de komende dagen, Heer. Waarin we dagelijks een moment nemen om aan uw voeten te zitten, voor u te knielen. Heer, om te beseffen, Heer, waar het werkelijk om ging toen u op weg was naar dat kruis. Om ons te laten verwonderen wat daar gebeurde aan het kruis. Helemaal begrijpen zullen we het nooit, Heer. Maar iedere keer weer kunnen we ons daar verwonderen, Heer. Heer, en in iedere keer dat we ons daar mogen verwonderen, Heer, kunnen we ook, Heer, onszelf beter leren kennen. Heelheid ontvangen. Dank u wel, Heer, dat wanneer we bij u komen, er geen veroordeling is, Heer. Maar liefde, Heer, een liefdevolle aanraking, Heer. En ik bid zo dat uw woord zal doorwerken van vanochtend, Heer. Dat deze woorden mogen klinken, ook in de rest van de week, Heer. En uw liefde mogen proeven, Heer. Tot herstel en heelheid zullen komen. Dank u wel, Vader, dat u zoveel liefde voor ons heeft, Heer. Dat u uw zoon bereid was voor ons te geven, Heer. Een daad van pure liefde. Dank u voor de genade van Christus, waarmee u ons zegent. Dank u, Heer, dat u uw Heilige Geest hebt gegeven, Heer. Om ons nabij te zijn, Heer. En dank u wel, Heer, dat u uw Heilige Geest geen lichaam hebt gegeven. Maar dat u ons waardig acht om een lichaam te zijn voor uw geest. Om een tempel te zijn. En wees daarin gezegend. In Jezus' naam. Amen. Amen. Blijf vooral nog even buiten koffie drinken. De mensen bij de marathon aanmoedigen. Woon je in Capelle, Krimpen of Rotterdam? Neem een plantje mee zo dadelijk als je naar huis gaat om die bij iemand te bezoeken. En dan hoop ik jullie morgen weer te ontmoeten. Een hele gezegende week en tot ziens.
gonna let, you're never gonna let me down. No, you're never gonna let, you're never gonna let me down. No, you're never gonna let, you're never gonna let me down.